Zo, hallo allemaal. Daar ben ik weer met een nieuwe video voor jullie. En ik dacht, ik had eens even zin om wat bij de Lavinia stems te gaan doen. Ik had er nog wat liggen wat ik nog nooit eigenlijk had gebruikt. En onder andere dit mooie fairy huisje. Nou, ik vond hem zelf heel leuk. Ik heb hem gecombineerd met de laatste uitgave van de bomen. En dit is een voorbeeldkaart hoor. Dit is gewoon op een stukje kopieerpapier. Ik wou even een layout maken om te kijken hoe het zal zijn. En ik ben hier eigenlijk best tevreden over. Maar nu moeten we natuurlijk de kaart, of het is eigenlijk geen kaart, maar het is gewoon een leuk project om te maken. Dus die moet natuurlijk eerst de achtergrond ingekleurd worden. Nou, wat ik hiervoor nodig heb, is een kaart. Een stuk papier van 20 bij 20. En dit is een watercolor kaart van Crafters Companion. Dat zal ik je nog even laten zien. Van 300 grams. Dus, en ik wil straks nog een beetje met water aan het spetteren. En even kijken wat dat voor een effect gaat geven. Ik had net ook al een poging genomen om iets te doen qua techniek. Maar dat ging niet helemaal goed. Dus dat hebben we maar aan de kant geschoven. En ik breng nu de inkt aan met brusjes. En ja, voor mijn gevoel gaat dat op zich veel beter. De stempels die ik gebruik, dat zijn de Lavinia 502, dat is het huisje, de Shanti. Dan de beide bomen, dat is 658 en 657. Dat is de Tree of Hope en de Tree of Courage. De egeltjes, dat is de familie Wallace en dat is Lavinia 531. De tekst gebruik ik alleen de laatste vier regels van. Dat is van Magic Surround Us, 669. En dan heb ik nog een elfje. Dat is Lavinia 498 van de Fairy Forages. Als ik het goed allemaal uitspreek. Maar dat zal wel meevallen, denk ik. Dus dat zijn de dingen die ik gebruik. De kleuren. Even mijn papier aan de kant voordat er straks wel vlekken opkomen wat er niet op moet. De kleuren. Ik werk met de stress, de oxides en misschien nog wat crackling campfire. Maar wat ik in gedachten had, en het is helemaal niet gezegd dat ik dit gebruik, maar moeten we maar even kijken. Ik mis nog één kleur en dat is mijn gele kleur, maar dat kijken we straks wel. De peeled paint en de rustiek wildernis. Ground espresso bundled of sage. Dat is ook een groene, maar ik weet niet of ik ze alle drie gebruik. Broken China, faded jeans, die gebruik ik zeker. En de shaded lilac en de wilted violet, die gebruik ik ook. Dus dat is nog een optie en dan moet ik straks nog even achter de gele kleur aan. En die gaan we direct even opzoeken. En dan zou je net zien dat je hem niet direct bij de hand hebt. Dan heb ik een hele mooie kleurenwaai gemaakt. En dan kunnen we hopelijk zo hem weer opzoeken. En ik denk dat we gaan voor de mustard seed. Een mooie kleur. Dus die gaan we even opzoeken. Die zit gelukkig hier vrij vooraan. En die hebben we ook vrij snel. Want daarvoor, die wil ik gebruiken voor de maan. Nou, nu hebben we ook echt alles. Oké. Stamping platform. Ik ga eerst even het huisje stempelen. Zodat ik een beetje weet hoe ik de kleuren wil gaan plaatsen. Dus dat gaan we maar eerst eens even doen. Ik wil even mijn water aan de kant zetten. Want anders gaat er hier straks gigantisch iets mis. En dat moeten we maar niet willen, denk ik. Dat lijkt me niet verstandig. Nou, even het papier vast. Nu wil ik hem iets lager, want volgens mij is dit
ook iets lager. Ik vind het ook wel leuk als ik een beetje ruimte nog boven heb. Kunnen jullie het goed zien zo? Dat hoop ik. En wat ik wel eens doe, ik gok dat eventjes. En dan denk ik op die hoogte. En daar willen we hem hebben. Huppakee. Nou. Ik stempel met Versa Fine Clear. En dat is de Nocturne, want deze wil ik graag in het zwart. En dan weet ik niet of die het in één keer dekt, of dat we een paar keer moeten stempelen, maar dan is het mooiste dat je een stempelhulp hebt. En dan kan je zo weer voor een tweede of een derde keer erover. Die doen we even zo. Mijn Chucky. Mijn zelfgemaakte Chucky, die heb ik jullie al laten zien. Is gewoon een koekjesstempel die ik heb bewerkt. Filter onder. En zat een mooie handvat en houder al aan. Ik denk, nou. Tegenwoordig kun je ze volgens mij ook kopen, maar ze zijn ook super handig om zelf te maken. Dat is helemaal niet moeilijk. Want tegenwoordig kun je alles wel gaan kopen, maar als je een beetje creatief bent, dan ben je wel natuurlijk als je dit gaat doen. Kijk, eigenlijk vind ik dat je nog wel een keer kan. Dus dan gaan we nog één keer beïnten. En dan moet hij goed zijn. Zo. De deksel op mijn inkpad. Maar je kan gewoon heel mooi druk zetten. Op de deksel van je stempelhulp. Ja, nou is die prima. Super. We gaan hem direct even schoonmaken. De stempel dan, bedoel ik. Maar dan kunnen we straks de stempelhulp weer gebruiken voor de andere stempels. Nou, hier het is een beetje bewolkt, maar het zonnetje schijnt hier toch nog wel wat. Het is op zich best wel aangenaam weer. Eigenlijk ja, een beetje zonde om binnen te zitten. Maar ja, soms dan is het niet anders. En ik wil ook graag deze video voor jullie opnemen, dus ik zit lekker boven in mijn nieuwe hobbykamer. Nog steeds niet alles uitgezocht, maar zo gauw als dat helemaal klaar is, dan laat ik jullie hem zien. Dan moeten we het wel even gaan drogen. Want als ik er nu met de oxide over ga, dan ben ik bang dat ik alles versmeer. En dat vind ik een beetje jammer. Dus even het zwarte inkt een beetje drogen. Ik vind het op zich een hele mooie stempel. Ik had er nog wel een heel leuk idee van. Maar dat is voor de volgende keer. Nu gaan we deze maken. Nou, even testen voor de zekerheid of die... Ja, hij is droog. Oké. Nou, wat gaan we mee beginnen? We gaan beginnen met, even kijken, met onze maan. Dan maar eens even op te leggen. En de maan, die heb ik gemaakt. Die heb ik al hele poos. Dat was nog voordat Lavinia uitkwam, überhaupt. Met hun... stencils van manen en pieken en bergen en dalen. Nou, toen had ik al bedacht dat ik dat zelf wel eigenlijk kon en handig vond. Dus ik heb het op mijn manier gedaan. En dan doen we even de gele. Dus we beginnen met de mustard seed. En een stukje keukenrol bij de hand. En dan wil ik eigenlijk een beetje om de maan heen creëren. Kijk, en dan dat huisje, dat heb ik dus maar eerst gestempeld. Want dan weet ik precies hoe verder ik gaan kan met mijn oxide. Oh, dan moet je niet gaan draaien, dat is niet zo handig.
Volgens mij heb ik ook niet helemaal mijn dag vandaag. Want er is wel wat meer misgelopen vandaag. Maar goed, dat maakt niet uit. Oké. Die doen we daar even op. Dan pakken we de blauwe. Dan gaan we naar de Broken China. Kijk, en denk erom dat je niet te veel druk op die borstel zet. Om zoveel mogelijk vlekken te voorkomen. Dat lukt mij ook niet altijd hoor. Maar zoveel te meer druk dat je op je brusjes zet. Zoveel te meer kleur zet je brush af. Dus je kan beter met een lichte druk en dan van over de rand hier beginnen. En ik doe dat meestal, dat bevalt mij goed, met ronddraaiende bewegingen. Kijk, en er komen natuurlijk nog straks ook nog wel wat andere stempels over. Die doen we zo. En dan pakken we de paarse. Waar heb ik mijn paarse gelaten? Nou, we doen maar eerst eens in de Shaded Lilac. Sorry. Even een schoon stukje keukenrol. Want als ik met mijn inktvingers straks op mijn kaart zitten, dat vind ik ook een beetje jammer. Eerst even in het hoekje. Kijk, dan heb ik nu natuurlijk de Distress Oxides gebruikt. Of gebruik ik. Als je voor een hardere kleur gaat. Ja, dan kun je natuurlijk beter de gewone Distress inkt nemen. Maar ik vind een beetje pastel uitstraling vind ik op zich wel heel leuk. En je kan hem net zo licht en donker maken zoals je zelf wilt. Ja. Dan nog een beetje aanzetten. Zo. Even kijken of we nog een beetje van de Wilted Violet nodig zijn. Dan is het erg heftig aanwezig, dus even met blijd. Oké, er komt er nog een beetje meer diepte in. Even over de blauwe. Steeds voor jullie goed in beeld. Ja, volgens mij wel, hè? Ja. Zo. En nu gaan we eventjes. Waar is mijn... Oh, hier. Ik wou zeggen, waar is mijn deksel nou gebleven?
even naar het donkerblauwe. En even mijn donkerblauwe borstel. Dit zijn hele mooie borstels, want die zijn van Vase. En het mooiste is, je hebt gelijk de bijpassende kleuren. En ik gebruik deze set voor, echt voor de distress oxides. En ik wil me toch nog maar eens een set aanschaffen die ik apart houd voor de gewone distress. Niet dat het nodig is. Als je hem goed afveegt en een stuk tissue, dan zou je ze kunnen gebruiken. Maar tenminste zowel als op de oxides als op de gewone distress. Maar ik hou dat toch een beetje liever gescheiden. Van de oxides is van een totale andere samenstelling de inkten als de gewone distress. En ik wil eigenlijk niet dat die inkten zich vermengen en dat dat besmet raakt. Dus ik hou ze het liefste wel apart. Nou heb ik hier denk ik zoveel inkt op mijn glasplaat, dus dat moet ik even schoonmaken. En dan gaan we met de onderkant weer verder. Zo, die zetten we hem op de kop. Nou, de maan kan er al af. Kijk, dat is onze maan. En dan moeten we maar eens even gaan kijken. Dan gaan we een beetje richting het rode. Groen en rood. De groene, even kijken. Of dan de peeled paint gaan doen. Eerst maar eens even deze. De allerlichtste. Dat is Bundles of Sage. Doekje erop. Dan zit dit natuurlijk ook, wordt ook in de kleur. Kijk, en dat is dan een voordeel dat je het huisje alvast hebt gestempeld. Want dat zijn van die blader, ja, van die lianen, laat ik zo zeggen. En die schijnen natuurlijk ook groenig door. Die laat ook het groenige bladertje ook weer door van de achtergrond. Ik heb echt mijn dag niet vandaag, want volgens mij gaat alles een beetje dubbel en moeilijker. Maar dat maakt niet uit, dat mag de pret niet drukken. Als jullie het niet begrijpen, dan stuur je maar een berichtje en dan komt het alsnog wel voor elkaar. Dit is nog steeds de oxide, dus die kan ik nog gebruiken. Dan gaan we een beetje kleuren mee aanbrengen. Een beetje kleurverschillen, moet ik zeggen. Het mag ook heus wel een beetje vlekkerig. Oké. En dan heb ik hier nog de gewone. En die moet even, dat moet even met een andere borstel. Of een sponsje. Nee, dat is ook de distress oxide. Oh, zit nou te... Zeg ik heb mijn dag niet. Maar dat maakt niet uit. Dan pakken we even een andere borstel voor. Want dit is de donkergroene. Nou, kom op. En die kan hier wel eventjes aan de onderkant. Oké. Ik dacht dat ik de gewone had gepakt, maar dit is ook, de distressoxide. Inmiddels zitten we alweer
halverwege de middag. De tijd vliegt voor mij. En het gaat soms sneller dan dat ik denk. Als ik één keer aan het hobbyen ben, dan vergeet ik ook alles om me heen. Dan denk ik dat dit maar even met een klein borsteltje moet. Ondanks, dit is dus de gewone Distress Ink. Ja, kijk, zie je? Dat moet even met een andere borstel. Want anders dan heb ik straks wel het spul door elkaar. En dat wil ik eigenlijk niet. Maar goed. Dat is zo gepakt. Zo. Een beetje vlekkerig maken. Volgens mij schuif ik een beetje uit beeld. Zo. Doen we daar ook nog een beetje groen bij. Nou, dat begint er al een beetje op te lijken. Die moet even apart met deze. Nog even weer wat extra groen. Een beetje, maar goed, dat vaagt zo al weg. Wanneer ik daar wat bomen en struiken neerzet. Oké, nou, we gaan eerst de stempelen en kijken wat het dan gaat doen. Want dit is best wel moeilijk om daar dan een beetje een goed beeld van te krijgen. Maar tot zover hebben we hem klaar. En dan gaan we de rest van de stempels erop zetten. Nou, wel weer met de stempelhulp. Onmisbaar ding dit. Misschien is het ook handig als ik hem nog even nadroog. Ja, gooi het aan meneer. Volgens mij maakt het ook niet uit hoe groot dat je hobbyruimte is. Maar je komt altijd ruimte tekort. Of zal het komen doordat we te veel spullen hebben. Nou, dat heb je nooit hè, met hobbyen. Als je met deze hobby bezig bent, dan heb je nooit te veel aan spullen. Eerder te weinig als te veel. Ook al hebben we meer dan een gemiddelde hobbyzaak in ons assortiment, we hebben nooit genoeg. Maar goed, je moet het toch ergens aan uitgeven, nietwaar? Ik zal jullie even weer wat hoger zetten, want volgens mij ben ik er erg laag in beeld. Die maar die kant op. Zo, waar is mijn andere? Oh, die zit er nog onder. Goed, dan gaan we de bomen stempelen. En die had ik als volgt bedacht. Er is mijn papiertje natuurlijk op de grond gekoppeld. Die komen er dus scheef aan te staan. Dus ik moet eigenlijk eventjes mijn mask, die had ik ook al gemaakt. Zo. Die zetten we daar even op. Jo. Dan gebruiken we maar even deze magneet. En dan moet ik even kijken hoe ik hem dan heel graag zou willen hebben. Deze komt zo. En moet hij een beetje waaieren. Komt die dan daar? Daar gaan we.
Nou, ik moet even mijn plastic sheet erbij pakken. En dan kan ik het beter zien. Ik heb een beter idee van hoe ik hem wil. Die zo, die zo, die zo. Ik denk dat we hem zo gaan doen. Ja, dat lijkt me heel goed. Dus dan doen we die zo. En die gaan we zo doen. Even een beetje bij. Werken. Oké. Nou. Ik heb hem niet zoals ik hem zou willen, want als ik het op mijn plaatje bekijk, dan is hij toch heel anders. Dan heb ik hem zo. Dan heb ik hem nog een beetje uitgewaaid. En dan is die zo. En zo gaan we hem doen. Nou, het heeft even geduurd. Maar alle goede dingen komen langzaam, moet je me denken. Nu, oh, hier, ik kon zeggen, nu ben ik mijn VersaVine Nocturne weer kwijt. Maar ik heb hem al. Ik zal even deze eruit halen. Wanneer je gaat beinkten, druk niet te hard. Ga gewoon lichten. Stapjes geven. Omdat de stempels van Lavinia best wel gedetailleerd zijn. Best wel, ze zijn gedetailleerd. En wanneer je te hard zou drukken met je inkpad op je stempel, dan heb je kans dat je alle details, dat je die dichtdrukt. Dat is een beetje jammer van je werk. Even weer met de chucky erover. Oké. Ik denk dat we hem nog een keer gaan doen. Dat vind ik hem mooier. Nou. Oké, dat is de ene boom. Nou zie je dat het, omdat ik hem natuurlijk heb gemat, dat hij hier niet helemaal aansluit. Maar dat gaan we straks oplossen door eventjes met een fineliner die streepjes aan te sluiten. Dus dat kan het probleem niet zijn. Even mijn boom schoon, dan kan de tweede boom. Die kan daarop. Pakken we deze. Nou. Ook mijn masker maar weer eventjes op. Even een stukje naar boven schuiven. En als voorbeeldje er weer bij. En die gaan we zo zetten, denk ik. Even kijken hoe dat hier komt. Volgens mij gaat dat perfect lukken.
Nou, we maken het erop. Oké. Die er even uit. Ik weet niet of jullie ook een stempeltool hebben, maar ze zijn eigenlijk met zulke projecten onmisbaar. Want hoe vaak in het begin wel geen papier heb moeten weggooien, omdat het, nou ja, omdat ik het niet goed genoeg vond, de afdruk. En je hebt nu gewoon, je gaat er nu gewoon opnieuw voor een tweede of soms een derde keer overheen. En je hebt een mooie scherpe afdruk. Ik heb er ook een van Misty. Van My Sweet Petunia is dat, geloof ik. En dat is de Misty, the most incredible stamping tool invented. Geweldig. Alleen daar zit de deksel van vast. En die is ook wat kleiner. En die heeft rondom opstaande randen. Dus ik vind dit gewoon heel mooi. Deze van Tim Holtz van Tonic. Nog maar een keer. En ja, en als je investeert allereerst in goed gereedschap, dat is echt het halve werk. Want daar heb je enorm veel profijt van. Alleen, ja, ik weet het. Het is een dure hobby. Iedere dag zo'n beetje komt er haast weer wat nieuws uit. Daar kan je niet allemaal aan voldoen. Maar nogmaals, investeer gewoon in goed gereedschap. En de rest, nou ja, je hoeft ook niet alles te hebben. Is ook helemaal niet nodig. Dat willen we wel allemaal, maar dat is weer wat anders. Kijk eens gewoon hè, naar wat je wel hebt, je op voorraad hebt en in je kasten hebt. Nou, ik zal je zeggen, sinds ik mijn hobbykamer aan het inrichten ben en alles ben aan het uitsorteren, heb ik nooit geweten hoeveel materiaal ik had, tot op dit moment. Ja, ik weet het nog niet eens helemaal zeker, want ik ben nog lang niet klaar. Maar daar sta je echt verbaasd van. Nou, mat laag er weer af. Zie je, dat wordt een heel ander gezicht wanneer je de meerdere stempels opzet. Even ons voorbeeldje er weer bij. Gaan we het elfje plaatsen of gaan we nog even wachten? Nee, we gaan nog even met het elfje wachten. We kunnen alvast wel de egeltjes gaan plaatsen. Neem maar eerst de tekst. Als we dan toch aan twijfelen zijn, eerst de tekst. En de tekst, de laatste vier regels. Die vind ik gewoon heel mooi. En de laatste vier regels, en hoop ik dat ik het allemaal goed kan uitspreken, moet ik hem eventjes... Oh, hij staat hier ook handig. Magic surrounds us. Just look closely. Once you have found it, you'll never be lonely. Stay on the path and you enter the night. Believe in the magic, then you look for the light. Nou, ik vind het helemaal geweldig. Die gaan we eventjes... Zit die goed? Ja, volgens mij wel. Kijk, nou wil ik eigenlijk alleen maar mijn inkt. De onderste vier, dus ik moet even oppassen met het beinkten. Dat ik niet alles onder de inkt smeer. Nou, volgens mij gaat het goed deze keer. Nog maar even schoonmaken, want... Nou. Oké. We zullen net zien dat je daar zo'n harde rand krijgt. En dat willen we niet, natuurlijk. Nog steeds goed te zien. Ja. Dat is natuurlijk net even aan de onderkant. En mijn telefoon staat zo natuurlijk geplaatst. Dat onderste, oh, die kan nog wel een keer. Niet altijd helemaal goed te zien is.
Steeds goed. Yes. Dekseltje weer dicht. Tjiki. Ja, super. Nou, tekst staat erop. Die halen we er ook weer af. En dan gaan we de egeltjes even plaatsen. En dan gaan we straks nog even wat spatwerk verrichten. Even kijken. Mama egel. Mama egel maar aan deze kant. En kindje egel aan deze kant. Zo. Nou, ik moet wel zeggen, het wordt hier ook steeds warmer hierboven. Maar vooruit. Het is voor het goede doel, moet ik maar denken. Oké. Deksel er weer in. Hoppakee. Nou, dat gaan we dus nog een keer doen. Het is ook vaak dat die magneten wat in de weg zitten. Dan heb je niet altijd een scherp afdruk mee. Maar goed, lang leven de stempeltool. We gaan het gewoon nog een keer weer opnieuw proberen. Die even schoon. Nou, zie je? Super, niks meer aan doen. Dat is helemaal goed. Nou, ik heb deze kaart dus niet in het voren gemaakt. Dus wat ik nu doe, ja, dat bedenk ik eigenlijk ter plekke. En dat vind ik het leukste van kaarten maken. Gewoon niet te ingewikkeld, gewoon lekker je ding doen. Maar goed, het is natuurlijk voor een video is dat altijd wel handig. Als je een beetje een idee hebt, maar... Ja, ik vind het gewoon ook niet leuk om twee keer dezelfde kaarten te moeten maken. Dus ik denk, weet je wat, we gaan nu gewoon improviseren. En we zien wel wat schip strandt. Nou, hier dus. Nou, tot zover vind ik hem al helemaal toppie. Ik ga hier straks ook nog wat, ja, wat boompjes of wat struikgewas zetten. Of wat takjes. Of... Dan moet ik nog maar even zien hoe we dit gaan doen. Die hebben we ook. En nu gaan we eens even wat sprayen met water. En dan hoop ik niet dat ik hem nu ga verpesten. Zo. Maar even wachten. Tot hij wat is gedroogd. Dat is het mooiste van de distressoxide. Dat reageert super met water. Ik zie je, dan kan je al heel wat kleine kringetjes zien. Als je wat grotere wilt, wat ik dan wel eens doe, een beetje water in mijn hand. En ik flik dat eigenlijk zo op mijn kaart. Dan heb je wat grotere spetters. Dus zo'n klein sprayflesje is prima. Dan wil je wat grotere spatten, dan kan je dat gaan doen. Ik denk dat ik straks ook nog wat gesso erop spat. Ik heb toch nog mijn mask hiervoor. Nou, volgens mij kan daar ook nog wel een beetje spetters. Je kan het zelf net zo maken zoals je zelf wilt.
Nou. Kijken wat hij nou doet. Ik kan het aan de lucht laten drogen. Soms dan help ik even een handje mee. En wat dippen. Nu gaan we hem wel even nadrogen, want anders is hij misschien te vochtig. Ik weet ook niet of we deze maat helemaal houden, 20 bij 20, of dat ik straks nog wat afsnij. Maar dan moeten we maar even zien. Ik heb ook geen flauw idee hoe lang dat ik nu al aan het filmen ben. Ik zal eens even kijken. Oh, dat valt nog mee. 40 minuten. Dat valt nog mee. Dus dit zijn de stempels. Nu gaan we eventjes de maan wat inkleuren. En de maan wil ik eigenlijk een beetje gaan doen met lichtblauw. Er zit nog wel wat aan de borstel. En wat donker. Er zit ook niet veel meer aan de borstel, maar dat maakt ook niet zoveel uit. En dan nog een beetje. Iets naar boven. Ik heb de neiging om toch wat meer naar me toe te werken. Dat kan. Nou, op zich vind ik hem wel goed. En nu hebben we onze goudkleurige pen. Ergens. Dan pak ik nog even een keer weer de mask. De bril er weer bij af. Dan gaan we mooi een rondje maken. Om de maan. Moet hij wel even goed zitten. Ja, hebben ze. Oké. Ik hoop niet dat ik met mijn hoofd in beeld zit. Maar, nou, het is maar eventjes voor kort. Oké, die hebben we ook. Regeltjes. Kindje egel. Zo. Nou, dan zullen we nog even het elfje zo plaatsen. En het elfje dat komt in de maan.
Waar is mijn elfje gebleven? Elfje, elfje, elfje. Die hebben we hier. En die moet toch maar weer eventjes in de stempelhulp. Ja. Nou, oh, die zit er nog onder. Elfje. Even mijn voorbeeld er weer bij. Die zweeft daar ergens. Ik vind het leuk als ze net in de maan zweeft. In de maneschijn. Net weer te hard gedrukt. Even dat een beetje bijwerken. Super, ik ga hem ook geen tweede keer doen. Want ik denk als ik hem voor de tweede keer doe, dan druk ik hem dicht. En dan wordt hij niet mooier op, dus dat ga ik niet doen. Dus dat is helemaal klaar. Elfje kan er weer af. Die ruimen we straks wel weer op. Zo. Nou, voor nu ga ik hem even stopzetten. Ik ga zo weer met jullie verder, want ik ga even wat ik hier heb liggen opruimen. En ik wil hier nog wat gaan stempelen, denk ik. Of misschien kunnen we daar nog, dat kunnen we nog wel even doen. Een hele mooie rand maken. En die heb ik hier. Want anders dan zweven mijn, hoe heet dat, mijn egeltjes zo. Even kijken, waar heb ik mijn andere sponsje? Die heb ik hier. En dan gaan we even de egeltjes wat grounden. Had ik toch ook net mijn... Mijn inkt, mijn inkt, mijn inkt. Ja, deze moet ik hebben. Dat doen we weer met de Rustic Wilderness. En dan moeten we even kijken dat de egeltjes wat grond onder de pootjes krijgen. Nou, dat gaan we een beetje schuin. Scheef, schuin. Maak er maar wat van. Yes. Mama zit al op de heuvel. Nou, het kindje nog. Kindje. Ik eens even kijken hoe ik dat het mooiste kan doen. Het kindje gaat zo op de heuvel. Nou, dit is gewoon gemaakt van een stukje. Zitten ze pootjes? Hier ook. Van een stukje gelamineerd papier. Ik had een rand over. Ik denk, oh, weet je wat? Ik knipte een ribbeltje aan. En dat is hem geworden. En wat we hier kunnen doen is nog een heel klein stukje. Hey, lichtjes even gaan zetten. Dat is wel erg lichtjes. En dan daar nog, zodat je wat diepte krijgt in je kaart.
En dan gaan we daar straks nog wat gras op zetten. Het huisje moet nog gekleurd worden. Nou. Het ziet er al aardig uit, moet ik zeggen. Dus nogmaals, deze randen kun je zelf heel makkelijk maken. Ga een felle papier lamineren, kopieerpapier. Knip hem in golvende bewegingen uit. En je hebt bergen en pieken en dalen en manen. En je kan er net van maken wat je zelf wilt. En nogmaals, ja, je kunt ook kant-en-klaar kopen. Maar dit is zo simpel. Dit kun je zelf al maken. Oké. Nou, ik zet jullie nu eventjes op pauze. En ik kom zo weer bij je terug als ik mijn andere stempels heb opgeruimd. En weer wat nieuwe stempels voor de bosjes, de bossages hier heb gevonden. En dan gaan we weer verder. Dus tot zo. Zo, we gaan weer verder. Ik heb ondertussen alvast wat andere stempeltjes er nog bij gezocht. En ik ben een beetje begonnen met het inkleuren van het huisje. Ik heb de kaart wel iets verkleind om hem straks beter te kunnen matten. Hij is nu 19,5 bij 19,5. Ik ga inkleuren met de Distress Oxide Wilted Violet en Shaded Lilac. En dat zet ik gewoon af op een acrylblok. En dan met een kwastje en water. En dan maar kijken. En dan wil ik eigenlijk de buitenkanten wil ik gewoon wat donkerder. Dus ik draai hem even een kwartslag. En dan gaan we eens even kijken wat we dat nog wat donkerder kunnen maken. We gaan hem straks toch nog even nadrogen. Want hij is natuurlijk nu wel nat, het papier. Het is aquarelpapier, dus het kan wel ietsjes hebben. Maar voordat we straks weer verder gaan met stempelen, dan moet hij even goed droog zijn. Nou, hier nog een heel klein beetje, zodat je een beetje diepte krijgt. Het was nog even een gedoe om daar nog weer andere stempeltjes bij te zoeken. En nou, vandaar dus dat ik het maar zo heb opgelost. En dit is ongeveer het voorbeeld, zo heb ik het in gedachten. Ik wou de zijkanten nog wat opvullen. Dit egeltje staat op het origineel lager. Dus die rand van de bomen loopt in één keer door. Kunnen jullie het goed zien zo? Nou, ik heb eventjes de egeltjes gegrond. Omdat ik denk dat ik hier nog een paar takjes van het hele fijne gras neer wil zetten. En dan moet de kaart zo'n beetje zo klaar zijn. Maar goed, eerst één en dan het ander. Zo, nu gaan we ook nog een beetje, ik denk dat we met de paarse klaar zijn. Ja, dat moet kunnen. Dan gaan we die even schoonmaken. Dan kan ik er even een andere kleur op zetten. Nou, dit is al, zoals je ziet, dat is een heel oud acrylblokje. Volgens mij heb ik die zelf één keer verpest door er met alcohol op te gaan. Nou, zoals je ziet is dat niet helemaal goed gegaan, maar ik gebruik hem nu voor het inkleuren. Nu pak ik mijn Broken China. Leek me ook wel een leuk kleurtje. En dan gaan we dit eventjes mee doen. Dan moet dit maar wat lichter worden. Nou, ik denk dat die rondjes straks in gaan kleuren, die stenen, met een glitterpen, maar dan moet ik nog even kijken. Die hebben we ook. En nog even een beetje mustard seed op het einde.
waar we nog even het raampje mee in kunnen kleuren. Zodat er ook iemand thuis is. Oké. En dan nog eens even kijken. De groene. Dus dit kan er weer af. Dat hebben we verder niet meer nodig. Alhoewel misschien nog een beetje meer blauw. Voordat ik straks wel alles... Oké, want dan heb ik straks allemaal inkt weggeveegd en dan denk ik, och, dat had nog wel een beetje donkerder gekund. Dus eens kijken of ik hem al heb aangedrukt voor jullie, want dan zit ik een beetje in mezelf te praten. Dat kan ook niet de bedoeling zijn. Zo. Dat er even weer af. En wat gingen we nou doen? Oh ja, dat groene. Even kijken waar mijn groen is gebleven. Ik denk dat we maar voor de rustiek wildernis gaan. Een mooi donkergroene. Oh, sorry, even een kriebelhoest. Nou. Die wil ik aan de bovenkant ook wat lichter. Oké. Nou, voorlopig is dat mijn huis. Inkt eraf. En nu gaan we eens even kijken naar de Ground Espresso. Want de bomen die moeten tenslotte ook nog een kleurtje. Dus ik ga eventjes de Ground Espresso pakken. En daar ga ik mijn, in ieder geval mijn bomen mee inkleuren. En ik denk de deur van het huisje ook wel. Moet ik even oppassen dat ik er natuurlijk niet overheen drup. Nu ga ik weer uit beeld. Nou, we gaan gewoon een poging doen. Nou. Straks gaan we hem even goed drogen. En daarna gaan we nog even wat verder stempelen. Oké. Nou, het gaat eigenlijk even om de grovere. Grovere takken. Nou, die vind ik goed genoeg. Die kan nog een beetje donkerder. Oké. Ik ben altijd heel veel met mijn werk aan het draaien. Ik vind dat zelf altijd het makkelijkst. Sorry als ik misschien een beetje met mijn hoofd in beeld zit. Maar goed, dat moeten jullie maar even voor lief nemen. Kijk, dan kun je ook zien dat die bomen wat meer beginnen te leven. Doordat... Nou, ik kom er dus net achter dat er iets niet helemaal goed is gegaan met het laatste stukje van de video. Dus ik zal jullie dat nog eens even uitleggen. Jullie hebben gezien dat ik op het laatste moment de bomen aan het kleuren was. En dat zet ik dan af op een acrylblok. En dat heb ik gekleurd met de Ground Espresso van de Distress Oxide. Alles is gedaan met de Distress Oxide en Versa Fine Clear. Dat zit ik aan met die borstel die ik aan de kant. Vervolgens heb ik met een glitter gel pen, goudkleur, heb ik wat accenten aangebracht, wat lichtinval. En
Nou, en inderdaad de kaart verder afgewerkt. De witte vlekjes wat je hier ziet. Ik zal even de pen aan de kant leggen. Dat heb ik met gesso gedaan. En een embossingpen. Je doopt, je stipt in de gesso en je zet op de plekjes waar jij een sterretje, een lichtinval wil, een lichtpuntje wil. Zet jij een stipje gesso neer en je gaat met je vingers ga je wat rondjes draaien. Zodat hij helemaal is uitgesmeerd. Daarna stip je hem nog even in het midden weer aan en krijg je dus van die lichtpuntjes. Ik heb ook gewerkt met een lijmpen. In dit geval van Zigmarker. En met die lijmpen heb ik stipjes gezet boven op mijn elfenhuisje. En die heb ik bestrooid met Eco Glitter Starbright. En dan de Fairy Tales Lavinia. Dat is een beetje dat blauw-paarsachtige ja, kleur. Lavinia heeft daar 8 verschillende kleuren in. En het is super mooie glitter. Ik hou echt van glittertjes. Het is wat fijner, het is wat grover. Het zit allemaal een beetje door elkaar. Je laat het even drogen. En dan ga je er eventjes met zo'n antistatische borstel overheen. En dan is dit het resultaat. Het witte gedeelte, dus de sneeuwrand, dit moet ik eigenlijk zeggen, steeds goed in beeld, heb ik gedaan met een witte jelly pen, ook van Sakura. En ook de stenen nog wat aangezet, zodat het wat meer afsteekt. Nou, in principe is dat het in grote lijnen. Onderin heb ik nog even met een Posca pen, ik kan ze nog even wat verduidelijken, maar even wat stipjes gemaakt voor in het gras. Nou, Posca pennen zijn ook altijd heel handig. Je kunt er mooie accenten mee aanleggen. Kijk, en dan vaak als ze wat drogen, dan worden ze wat lichter. Dus als je ze nog even weer aanstipt, en ook al vergeet je er eentje, dat is ook nog niet zo erg. Dan heb je ook een hele mooie grasrand. Waar ook wat nou ja, beweging in zit, om zo maar te zeggen. Nou, vervolgens goed laten drogen. Nou, dit is poging nummer 4. Ik heb dus net geleerd dat mijn opslag vol was en ik moest ruimte maken. Vandaar dus dat mijn video niet in één keer doorloopt, maar dat jullie 4 dingen te zien krijgen. Maar de kaart is helemaal klaar. Ik heb, zoals jullie hier zien, nog een zwart randje erom gemaakt. Dat heb ik gedaan met een dikke marker, een zwarte marker. Zodat je niet alsnog weer hoeft te matten met een zwarte kaart. Want de A4, dat is een te klein formaat. Dus ik heb het zo opgelost. Ik vond het een mooiere afwerking. En dit is hem geworden. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden, ondanks de onderbrekingen. Sorry. Nou, ik zou het heel fijn vinden als jullie een reactie achterlaten. Of dat je abonnee wilt worden van mijn YouTube kanaal. En het is toch altijd leuk om van elkaar te leren en om ideeën op te doen. En mochten jullie vragen hebben, hoor ik het graag. En dan zou ik zeggen, tot een volgende.